Meesters van Meijerijstad is de nieuwe expositie die de komende tijd is te zien in het museum Jan Heesterhuis in Schijndel. Een bijzondere tentoonstelling omdat beide kunstschilders in Meijerijstad zijn geboren. Pieter de Josselin de Jong in Sint-Oederode en Paul Rink in Veghel. Zondagmiddag werd de expositie geopend. Het zijn natuurlijk twee hele belangrijke schilders in hun eigen tijd geweest. Die internationale faam genoten. En helaas allebei vrij jong gestorven zijn. Waardoor ze niet de veelbelovende carrière hebben kunnen voltooien. Anders waren ze misschien veel bekender geworden. Gezien de kwaliteit die ze beide hebben. Dus ja, dat wij nu deze beide heren bij elkaar in één expositie kunnen tonen, dat is wel voor ons een hele bijzondere gelegenheid. Beide kunstenaars zijn geboren in 1861. En dat is niet de enige overeenkomst, zo blijkt uit een onderzoek door Rolf Vonk. Ja, ze komen in ieder geval allebei uit Nederlands hervormde gezinnen. Hè. Dus het waren twee mannen die bij de protestantse bevolkingsgroep in onze regio hoorden. Of ze elkaar daarvan kennen, weten we niet. Ze hebben elkaar, toen ze op een gegeven moment in Antwerpen op de academie kwamen, hebben ze elkaar pas echt goed leren kennen. Toen zaten ze ook in de klas met Vincent van Gogh. En ja, dat was echt een soort van vriendschapsband die daar moet zijn ontstaan. Omdat Josselin de Jong en Paul Rink elkaar later ook veelvuldig zagen. Het opsporen van schilderijen van dit tweetal was nog niet zo eenvoudig. Er zijn zoveel werken die bij particuliere eigenaars in bezit zijn. En juist die, om die op te sporen, daar hebben we heel dankbaar gebruik gemaakt van Erik van der Tillaert in Veghel. Zelf een groot Rink-liefhebber en kenner. En ook Bert de Graaf uit Sint-Oederode, die met name op het gebied van Josselin de Jong veel onderzoek heeft gedaan. Dus ja, die hebben ons geholpen om al die bruikleengevers op te sporen en ze te benaderen. En ja, die hebben allemaal hun bereidwillige medewerking toegezegd. Zijn naam is al genoemd. Erik van den Tillaert. Hij is verzamelaar van kunstwerken van Paul Rink. Voor deze expositie stelde hij 8 werken beschikbaar. Op een avond zat ik met mijn broer te praten over Vincent van Gogh. En die avond vertelde hij dat Vincent van Gogh en Paul Rink samen in Antwerpen in de klas gezeten hadden. Dat was een boeiend verhaal natuurlijk om te horen. Een onbekende schilder op dat moment voor mij. En daar zijn we op internet wat gaan zoeken. En we hebben daar een schilderij kunnen vinden in Amsterdam wat verkocht werd. En na dat eerste werk van Paul Rink ging Van den Tillaert op zoek naar meer. Daarbij werd zelfs het graf van de schilder gevonden. Daar hebben we kunnen laten restaureren met behulp van de vereniging Artiest Kom Binnen in Volendam. En inmiddels ja, zijn we verder gaan zoeken. En dit mooie werk heb ik dan nog op Marktplaats kunnen vinden. Voor een aantrekkelijk bedrag. En ja, nu is het fijn om dat hier te mogen poseren. En een schilderij van Paul Rink op Marktplaats, hoe bijzonder is dat? Zeldzaam. Na al die jaren zoeken, dan heb ik er nog niks meer gevonden als alleen deze mooie dame. En voor wie deze mooie dame in het echt wil zien, kan tot en met 17 februari 2023 tijdens openingstijden terecht in Museum Jan Heesterhuis aan de Pompstraat in Schijndel.